dag, Maasjoerdse, Maasjoerdelletjes. Ja, welkom hier bij de buun. Voor ons is dit live. Welkom in de buun bij het aftreden van al onze hoogheden van 2020. Ja, je hoort het goed, 2020. Het heeft lang geduurd en we hebben heel veel pogingen gedaan om dit live met Olly allemaal te doen hier in de zaal, hier in de buun. Uiteindelijk is er uitgekomen dat het allemaal niet lukte en dat we besloten hebben om het online te doen. Ook dat kan heel erg mooi werken, alleen verdient het niet de cachet die je normaal hebt bij een live optreden of aftreden. Maar ik kan ook beloven met de versoepelingen die er allemaal zien, dadelijk met de carnaval, gaan we het nog eens dunnetjes overdoen met z'n allen. Maar vanavond of vanmiddag, het is maar net wanneer gekiekt, gaan wij hier ons hoogheden allemaal aftreden van de jeugd tot grote boeren, tot onze prins en zelfs ikzelf zal aftreden als vorst. Een klein beetje op programma, we beginnen dadelijk met de jeugd. Daarna gaan wij naar de grote boeren. Daarna zal er een dans volgen. Daarna gaan wij onze prins aftreden samen met zijn adjudanten. En daarna zal ik het podium ook moeten verlaten. En ondertussen, vergeet het bijna, gaan wij onze nieuwe vorsten ook aantreden. Maar je zult het allemaal zien dadelijk. En allemaal gebeurt dat in een uurke tijd. In een klein uurke moet dit gebeuren. Dus, dames en heren, jongens en meisjes, Joertse Joertsinnen en alle andere carnavalsvierders, we gaan beginnen en ik geef het woord heel graag aan de jeugd. De jeugd uit de toekomst. Jullie zien als eerste uit de buurt, sorry. Maar het moet gebeuren nou. Dames en heren, Lars en Eef. Goeiedag mensen, hier zien we dan op het aftreden met alles hoogheden. En we gaan beginnen bij de jeugdboerkes. Maar we gaan eens even vragen wat ze er eigenlijk van vonden. Renske, wat vond jij nou het allerleukste? Alles. Alles? Ik vond ook alles leuk. Ook alles. En ons boerketje? Ja, ik vond bruiloft ook wel leuk. En ja, ook eigenlijk alles. En ons kleverzinnige Liv? Ook eigenlijk wel alles. Dan gaan we nog even met z'n allen een samen in de boerenjel. En dan waren dit de boerkes. Zo hard als je kan. Boeren! 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 Dan waren dit de boerkes. Willen jullie nou met de muziek naar onder? Muziek! Muziek, bijna, ja, ja. Ja, ah, kijk, toch uit het hen. Ja, goed zo, perfect. Yes, en dan waren dit de jeugdboerkes van 2020. En dan gaan we nou verder bij het quintet. Het quintet staat al klaar, zie ik. Quintet wil ik volgens mij zelf al. Ja, goed, kijk. Ho, 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 wat zijn jullie aan het doen? Zien jullie al aan het uitkleden, maar zo snel gaat dat allemaal niet hoor. Ik wil wel zeggen, ik wil weten wat jullie er allemaal van vonden. En of je nou, ja, zie je blij dat je mag stoppen of wil jullie eigenlijk nog jorden? Ja, het was een mooie carnaval, maar ik ben er eigenlijk al wel helemaal klaar met. Oh, dat kan ik wel begrepen op zich, ja. Ja, ik vond het ook een mooie carnaval, maar ik ben er ook wel klaar mee. Top. Ja, je mag de microfoon weer doorgeven naar de arts nog even. Ja, ik vond het ook wel een hele mooie carnaval, maar nou is het wel weer genoeg. Nou is het genoeg, ja, ja, als hoogheden wel, hè. Ik vond het ook een kei mooie carnaval, maar het duurde me wiet te lang af. Goed, ja, dat is perfect. Ja, Eve zal de microfoon even overnemen. Goed, ja, dan zullen Olly Clear en Olly Stack allemaal ingenomen worden door vorstin Isa zal even helpen en hier van de jeugd Anke. En dan zien jullie bij deze, ook afgetreden. En dan kunnen er, als het goed is, volgend jaar weer neeën komen. Eindelijk weer neeën.
En dan wil ik nog één keer van jullie alle vier, ja van jullie alle vijf eigenlijk. Isa, kom er maar even bij zo nog. Die mis je alle even een driewerf. De laatste driewerf van jullie. We hebben het heel erg druk met de klieren inleveren. Ja, kijk, daar komen ze allemaal staan. Isa pakt de microfoon maar even over voor mij. En dan doet met z'n allen tegelijk maar even een driewerf. Dan waren dit voor Olly het quintet van 2020. En ook Gilly mag nou van het podium af. En dan lopen wij door mooi achteraan. Bedankt! Ja, Joodse Joodsinnen, ik zei het al vanaf het begin, het heeft niet zoveel cachet als dat je het normaal in een volle zaal hebt. Maar ik kan Olly beloven, dadelijk met de carnaval, dan gaan wij dit nog eens dunnetjes overdoen. En dan gaan wij met de jeugd op de schouwer en misschien nog wel veel meer hier door een hele volle zaal hopelijk van alles doen en feesten. En je zag het wel, het weer hoogtiet tot ze gingen aftreden. Want onze jeugdprins Niels, hij een badel duchtig in de keil. Goed. Beste Joodse Joodsinnen, beste carnavalsvierders. Ik stond hier 9 jaar als vorst. Inmiddels staan we hier alweer een paar jaar met 2 leerlingvorsten. Zullen we het zomaar even noemen. Maar het is ook een tijd dat die 2 leerlingvorsten echte vorst kan worden. Daarom roep ik ze er even bij. Jesse en Jippe, kom er even bij jongens. Het werd tijd tot we Olly hier bij de Maasjuurs gaan installeren. Want kijk maar even, die 2 voorsten hier, zonder veren in de muts, zonder medailles, dat kan nog niet. Dat kan totaal niet jongens. Jullie ziet geslaagd, je kunt het zien hier aan de button. Geslaagd. Jippe had hem al niet meer opgedaan. Het is duidelijk dat Gilly de nieuwe vorst van de Maasjuurs kan worden. En wij gaan Olly installeren hier vanavond. En dat kunnen we natuurlijk, juniorengarde. Zie Gilly aanwezig. Kijk eens door. Daar komt Olly vorsten Isa. Met de veren. De mooie veren die bij Olly in de steek horen. Zodat we allemaal kunnen zien, de hele gemeente en verder buiten, dat dit de 2 nieuwe vorsten werden van de Maasjuurs. En er huurt nog meer bij. En dan moet ik even uitpakken. Ah, ze zien nog niet helemaal klaar. Oh. Ik ga het even uitpakken. Er huurt in ieder geval een vorstenspeltje bij. Ja, het is even een beetje geplaatst. Hoe liep dit? Maar dames, ik heb 1 vorstenspeltje voor Jippe. En ik heb een vorstenspeltje voor Jesse. Het heeft lang geduurd voordat ze erkend vieren, maar nu zien ze wel degelijk erkend. En nu komt het mooiste, waar ik ze al 2 jaar met voor de gek houd. Er komt dadelijk een medaille van minstens 20 kilo dat je aan de nek moet hangen. Ik heb het ook jarenlang moeten doen hier, minstens 25 kilo, dat wou ik ze niet aandoen. Maar ik dacht 20 kilo moeten die wel kunnen handelen. Dames. En een vorste medaille. En een prachtige vorste medaille. De stemming in de zaal die is weer optimaal. Niemand doet meer normaal. Oh, je hoeft er niet krom van te lopen, je hebt het niet. Oh. En natuurlijk ook 1 van Jesse. 2 mooie medailles voor 2 mooie vorsten.
En ik ga er niet heel veel woorden maar advies maken. Want ik denk dat we met deze twee kanjers, deze twee toppers, nog jaren vooruit kunnen. En als ik zelf mag zeggen, ik heb het 9 jaar gedaan jongens, overtref mij. Gaat naar de 11, minimaal. En het gaat met 2 man zeker lukken. Joeltje Joeltzinnen, onze 9 vaste, Jippe en Jesse. En nou hoef je niet weg te lopen, vorst. Nee, dat klopt. Dat klopt. Want nou zien wij, nou hebben we een luxe probleem. Nou hebben we een luxe probleem, beste mensen. Nou hebben we 3 vorsten. Een luxe probleem binnen Maasjord. Maar ik geef heel graag het woord aan 1 van de 2 vorsten. Ja. Doe die ding. Dankjewel, Roel, voor een soort van werkcontract al voor 11 jaar. Maar het kunt helemaal goed komen, jongens. We hebben er enorm veel zin in. Dankjewel voor het vertrouwen. En we gaan gelijk door met de boerencommissie van de grote boeren. En daarvoor geef ik het woord aan mijn buurtgenoot en kumpel André Simons van de boerencommissie. Dan gaat het aftreden van de boeren in werking zetten. Boeren, kom even naar voren toe. Ja, mug om hier. Ja, kumpel, buurtgenoot, hè? Hey! Doet je het niet? Hoe is het nou eigenlijk? Ja, ik luur hem wel, hè? Hoe was het ook alweer eens, hè? 3 jaar geleden moesten we groen hebben voor de... Wat moesten we het ook weer even hebben, Bas? Groen voor iets te versieren, voor de Alprinsen, Moes en Jorsekes versieren, Ron, Vrijden en ik bij jullie. Wij kosten groen hebben, maar ja, we waren er toch, voor namens de Alprinsen, maar wij als boerencommissie leden, Ron en ik, wij waren er toch en dochter. Hey, zullen we die dan toch niet eens vragen, of misschien dan toch, dan hebben we er een paar misschien, stel voor dat ze ja zeggen en dan is het raak, hè. 2 jaar geleden, alles was nog in zwart-wit volgens mij toen, wat, of niet? Hè? Godsamme, hoe was het toch ook alweer eens? Ja, hoeveel kinderen hadden onderhand? Hè? Gelukkig getrouwd nog altijd, ja, in een onhecht, hè? Nog altijd gelukt. Maar ja, het is gebeurd toch wel. We gaan er toch, ja, misschien jammer dat de corona toch zo goed nou afneemt. Respect voor jullie dat je er toch een keer uit moet scheiden. Want anders had misschien 3 jaar of 4 jaar hier, wat zeggen, in een agrarische stand hier allemaal. Wat zeiden de... Ja, kom er eens bij hier. De rest van jullie vader en moeder en hè? Maar ja, wat hebben we met jullie metgemaakt? Een prachtig jaar was het. De laatste die in een trouwzaal bij Jos en Ellie waren natuurlijk, hè? En wat hebben we het gehad? Het was eigenlijk ook wel een van de hoogtepunten in ons boerencommissie. Beppie Kraft op de bruloft. Ja, en we zien we trots dat we als een dorp als wel, dat we zo'n boeren op een achter op de carnaval liggende dag, waar iedereen de piephuis leeg gaat, dat wij dan toch nog hier in de zaal van 200 man vol kunnen krijgen, waar we dan ook wel zeer trots op zien. En wij hebben wel stilgezeten, maar wij gaan toch door op den trant wat we al gedaan hebben. En we hebben het nog vast liggen. We hebben het allemaal in de archieven. Hoe was het ook wel weer? Daar hoeven we gaan niet over te hebben. Wij gaan weer een opvolger den Ollie Waardige zoeken. Dat komt goed. En Gilly volgt die brulfte dan ook maar. Gilly kunt misschien in de toekomst tips en trucs geven aan het nieuwe stel. Maar daar gaan we nog even met plezieren. Maar wij als boerencommissie zien heel grots op Olly geweest om Olly in ons huwelijksparen te hebben gehad. En ik weet niet of jij er nog wat op te zeggen hebt, Mariska. Dat was het. Gilly mag ook wel even wat zeggen. Ik neem aan dat je de hele week nog gedoogd hebt. Maar wij bedanken Olly hartelijk. En ik zeg het dan even met boeren. Boeren, boerinnen, en tot volgend jaar, dinsdag, dan gaan we weer knallen. Dat beloof ik.
gezien in Hans. Nee, het was heel mooi. Het was een beetje vreemd begin inderdaad, André. We komen groen halen voor, weten we niet, dat weten we nog steeds niet. In een duister, kan. Maar ik kreeg dus een hele andere vraag, ja. Dus dat was wel komisch. En het einde, ja, we zijn ook al, het is een tijd van komen, er is een tijd van gewoon. Maar dat gewoon, dat duurt toch een beetje langer dan dat we dachten. We willen wel iedereen bedanken die erbij betrokken is geweest. Gilly vooral van de organisatie. Ik zie Nico daar zitten en Nicole voor de foto's, fotografen. En dan sowieso achter ons, de hele zootje. Wat erbij hebt gehuurd. We houden nog meer. We hebben er nog een paar bedoogd. Hoor. Ja, de buurt voor het versieren. En vrienden, familie, alles wat erbij hebt gehuurd in ieder geval. Hartstikke bedankt. En boeren! Hey, boeren! Boeren! Boerinnen! Boeren! Hey! Boeren! Boerinnen! Wij zien Olly volgend jaar weer. Hoi hoor! Ja, dankjewel André namens de Boerencommissie. Ik wil vragen dat dit prachtige stelletje, want oh wat hebben we een feest gehad op de Boer Dinsdag. Dat was echt voor in de boeken was het. En ik weet zeker, dit wordt nog jaren, werd er nog over nagepraat. Wij zien Olly, Ger, volgend jaar op de Boer Dinsdag ook weer gewoon terug om te feliciteren bij het nieuwe boerengezelschap. En ik wil nou vragen of het boerengezelschap van 2020 samen met de commissie de zaal in wil gaan. Dankjewel. Ja, en als de boeren richting de zaal gaan en weer deur richting café om lekker pilsje drinken, want ze hebben nog een kleine 54 minuten om zich helemaal naar de wereld te zuipen. Om 10 uur gaat het hier dicht, dus ook wij moeten ook weer gewoon ekkes lekker deur gaan. Ekkes wat anders, er zien er wat afgetreden, de jeugd is afgetreden, de boeren zijn afgetreden. Wij gaan heel lekker deur naar een prachtige, tenminste, nee man, want dat is ieder jaar hetzelfde, een prachtige dans, komt er. Dit jaar weer van de Grote Gerde. Allemaal mooi op de plaats staan. Klasse. Muziek. Dankjewel, Grote Gerde van de Maasjoerds. We zien jullie altijd heel geer dansen.
En helaas kan dat dit jaar iets minder als normaal. Daarom hebben we gevraagd, kom even het ijs breken hier op zonnenavond of zonnenmiddag. Het is maar net wanneer gekeken. Kom even het ijs breken voor ons. En dankjewel dames, wat een geweldige dans. Dankjewel. Wij hopen natuurlijk dat wij dadelijk, naarmate wij naar carnaval gaan, nogmaals dukker kunnen genieten van de Olly en Dans. Overigens waren jullie niet helemaal compleet. Want geloof dat jullie eigenlijk normaal met 11 zit. 11 gade vrolie bij de grote gade. Nou waren het toch in ieder geval 7. Maar we hebben genoemd van jullie. Dankjewel vrolie. En jullie mogen af met de buitenmars. Ja, Jotse Jotsen, we zijn trots op zo'n vrolie bij de vereniging. Maar wat we ook trots op zien bij de vereniging, is ieder jaar weer een prins. Ik zou zeggen, kom erbij jongens. Prins Nick de eerste, met zijn adjudanten René en Lars. En natuurlijk de vrolie. Elle, Enrique en Laura. Kom dan maar bij staan, vrolie. Kom maar gewoon bij jullie kerel staan. Doe me niet, ze bieden niet, dat weten jullie wel. Ja jongens, ook voor Olly. Voor Olly is een tijd aangebroken om een stukje ja, over te geven, zeggen we normaal. Maar ja, dat stukje geven we dadelijk over. Maar aan iemand dan er even nog niks met kan. Want het duurt nog een jaar voordat we hier een nieuwe prins hebben staan. Maar ook Olly aftreden, wij hebben er heel veel aangedaan om het live voor het publiek te kunnen doen. Het is helaas nou toch online geworden. We gaan het doen. We gaan het dadelijk met z'n allen met de carnaval nog dunnetjes over doen. Maar vanavond Nick, en ik denk ook wel dat jij ook blij ziet, dat je eindelijk dadelijk kunt zeggen, ik was de prins van de Maasjuurs in 2022. Tot en met 2022 eigenlijk, de langzittende prins van de Maasjuurs. Dat is ook wel iets moois. Goed, ik ga je onze vorsten erbij halen. En dan gaan we jullie langzaam ontmantelen. Ja. Ja, ik wil vragen of de juniorgarde wil assisteren. Voor ja, toch wel het minste gedeelte in O-Prinsenjaar, Nick. En adjudanten René en Lars en natuurlijk de vrolie ook. Dit is het minste van allemaal. Doe nog heel erg een paar seconden genieten dat je alles aan hebt, op hebt. Er is maar één ding wat je mag houden. Dat is een bestek. Maar verder gaat er, en de medaille natuurlijk, sorry, en de medaille. Ja. Verder wordt er eigenlijk alles ingeleverd, behalve onderbord eigenlijk. Dus ja, verder. Nick, ik zou zeggen, geniet er nog ergens van, samen met Lars en René. En ik geef het woord aan mijn collega Jesse. Ja, als we de dames van de juniorengarde even achter de mannen willen hebben, alstublieft. En dan om gelijk de kop er maar af te nemen, beginnen we met de steek. Die mag afgenomen worden bij de adjudanten en bij de prins mag de VR eruit. Wat hebben jullie trouwens leuke kapsels, had ik nog niet eerder gezien. Ja, 2 jaar lang die steek opgehaald, of niet? Oh, 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 oh. Dat is too much, hè, Borsato. Oké, Nick heeft nog een steek als het goed is. Die mug je hier terug op. Ja, en als tweede, dan gaan we beginnen aan de mantels. Mannen, als jullie die zelf even ontkoppelen, dan mogen de dames van de juniorengarde die afnemen. Vergeet niet om ze op een motorkap te laten liggen of zo. Zou zomaar eens kunnen gebeuren. Dan hebben we voor de giletjes, als jullie die even kunnen ontknopen. De spelletjes krijg je terug, hè? Ben me niet bang. Behalve de Joodse pin, die verkopen we daar.
Ja, en René is ook zoiet. Hij is niet meer zo zenuwachtig als met handrijden, maar hij had ook 2 jaar mee geoefend, hè. Podiumbeest. Oké. Dan hebben wij als één of laatste... nee, dat zeg ik verkeerd. Oh, Strikskes, wel. Nee. Sorry, dan vroeg ik... Vast Roel, of Owe Prins, Nick. Vraag gewoon naar voren. En dan besluiten we dit heel erg officieel met het inleveren van de scepter van de Maarschuurts. En de dames, jazeker, jazeker. En dan gaat hij. Dankjewel, Nick. Bedankt voor jullie 2 prachtige jaren. En hopen dat jullie nog veel kunt genieten met ons in de vereniging van de Maarschuurts. Ik wil je dit keer bekrachtigen met een 3-werf. Maarschuurts! Maarschuurts! Maarschuurts Sinnekes! En dan wil ik nou Geer Jan Bransma en de Alprins Company naar voren vragen voor het overhandigen van enige officiële symbolen. Ja Jan, kom naar voren, Alprins Company mag ook naar voren komen, maar niet voordat wij een woordje gehad hebben natuurlijk van onze, ja, bijna Alprins Nick. Nick, ik weet zeker dat je onderdanen nog even toe wilt spreken. 3 à 4 zie ik. Hier is hij voor jullie, onze Prins Nick de Derste! Maasjoertse! Maasjoertse! Maasjoert Sinnekes! Ja, beste Joertse en Joert Sinnekes. Het is al meer dan 2 jaar geleden dat wij gevraagd zien of wij het Prinsentrio van 2020 gewoon waren. Nou, ik kan jullie vertellen, daar hebben wij geen spiet van. Want wat hebben wij een ongelooflijk mooi jaar, carnavalsjaar gehad. Waar we heel veel mooie herinneringen opgedaan hebben. En aan die herinneringen, daar denken we nog regelmatig. En ik weet zeker dat we het nog regelmatig over gaan hebben. Dus ja, ik wil Ger hier iedereen bedanken die dit met mogelijkheid kunnen maken voor ons. Maar we zijn er ontzettend blij mee. Het was echt top. Maasjoertse! Maasjoertse! Maasjoert Sinnekes! Ja, we hadden hem gezet, kort maar krachtig. En het was zijn seizoen zeker niet. Het was zeker niet kort, maar het was wel krachtig. Zelfs tot in 2022. Maar wij hebben ook genoten van jullie allemaal. En wij hebben genoten van jullie vriendengroep met het bouwen van de Prinsenwagen. Wij hebben genoten van jullie buurt die mooi versierd hebben samen met uw vrienden. En wij hebben genoten van jullie als hele stel. Ja, Laura is er wat later bij gekomen. Maar ja goed, dan werd de adjudant van de Maarschuurts. Dan hadde aanzien. En dan komen de vrolie vanzelf voor René. Dus ook dat hebben wij bereikt bij dit prachtige, mooie Prinsentrio. Dankjewel dat jullie dit hebben willen doen voor de Maarschuurts. En we gaan nog jarenlang van jullie genieten, dat weet ik heel zeker. Dankjewel voor jullie in een 3-werf. Maarschuurtse! Maarschuurtse! Maarschuurtse Sinnekes! Goed, Nick, kom hier even een stukje naar voren. En dan wil ik hier even vragen aan onze hofschilder... De heer Jan Bransma, kom even erbij Jan. 2 jaar de tijd gehad om een schilderij te maken. Vorige week maandag vroeg hij hem een foto, want hij was nog niet begonnen. Toen kreeg hij een foto, toen zei hij, ik ben even de moten, even kwijt. Kan ik even een schilderij wat ik vorig jaar gemaakt heb, of dat jaar ervoor. Kun je mij dat even op met? Nee, beter nou kom je dat even brengen. Want dan heb ik een beetje weer de... Ja, de positie of... En toen is hij aan de slag gegaan en het is hem werkelijk waar, weer gelukt. Nick, Jan had een prachtig portret voor ogen gemaakt. En van ogen gemaakt. En ook gij komt dadelijk bij al die andere prinsen te hangen. Hier in de mooie zaal, hier bij de buur. Jan, blijf dan nog even gewoon een beetje doen. Hoeft niet wel weg te kruipen naar achter, wordt gestart. Geer op de voorgrond nog altijd, of niet? Ik mag hier rommel maken, gedien ruimt het wel op. Schuur het kapot, je zet geloof ik 3 rollen plekband aan, of niet Jan?
Maar het is ook portret. En het is natuurlijk door onze eigen Jan Bransma. En iedereen in de WIO-omgeving weet hoe Jan schildert. En kijk eens wat een prachtig portret van Prins Nick ten Eerste. Zeker weten, kom nog even bij al die andere prinsen te hangen, want Jan heeft ze allemaal geschilderd. We willen Jan bedanken. En als het goed is, Jan, hebben we iets lekkers voor jou. Nou, bloemen, dat willen we ook niet aandoen. En ik geloof dat je ook helemaal van de alcohol afziet. Volledig alcoholvrij. Kijk, zo doen we dat. Maar we hebben wel iets moois voor jou. Meneer, iets lekkers. Een pakketje, ik zou het wel samen delen met René. Ja. Nou, als René deze uitzending ziet, dan denk ik het wel. Maar Jan, geniet ervan. En hartstikke bedankt, ook weer voor dit mooie portret. Dankjewel. Masjurtse! Masjurtse! Masjurtsinnekes! Ja, goed. Jurtse, Jurtsinne. We zien bijna aan het einde van het aftreden van ons prinsentrio met de Vrolly. En we kunnen natuurlijk niet dit zomer voorbij laten gaan zonder dat we de Alprinsen Compagnie uitgenodigd hebben. Het bestuur van de Alprinsen Compagnie. En ze zien nogal, ja nee, ze zien altijd kort van woord en sterk van daden. En we zullen het metmaken. Ik geef Geer het woord aan de Alprinsen Compagnie, aan de voorzitter van de Alprinsen Compagnie, Mart Brokke. Dankjewel, Roel. En toen werd het even heel stil. Ik ga je even snijven onze prins doen. Nee, het is geen de prins meer, het is gewoon ik. Goedenavond. Hier staan wij dan. Zoals Roel al zei, bestuur van de APC, de Alprinsen Compagnie, hier van Carnavalsvereniging de Maasjoerds. Waarom zien we hier? We zien hier een Nick op te nemen in ons clubje bij de Alprinsen. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik wel eerst je een vraag gaan stellen natuurlijk. Nick, en ik vraag het maar één keer. Wilde jij bij ons clubje komen bij de Alprinsen? Jazeker, dat wil ik zeker. Kijk, want anders waren wij hier ook klaar geweest hier. Nou kunnen we verder. Ik mag geen lang verhaal doen zoals je gehoord hebt. Maar voordat wij ook gaan installeren als Alprins Nick, ga ik toch een paar woordjes zeggen. Vanaf het moment dat ze ook gevraagd hebben een prins te worden hier van de Maasjoerds, waar de geen eigenlijk het hoofdingrediënt van wat de Maasjoerds toen aan het brouwen was. Daar kwam natuurlijk wat bij. Oatjes en Ellen, o vriendin natuurlijk, en de andere vriendinnen huur ik ook allemaal door. Het was allemaal in het geheim. Het moest geheim blijven, en dat is het ook mooi gebleven, tot de prinsenbal. Daar mocht de G tevoorschijn komen als prins en mocht de G gewoon knallen. Toen mocht iedereen weten dat G de prins was met de hele gevolg. En ik moet zeggen, vanaf het moment dat G tevoorschijn kwam met de hele gevolg als prins en de atjes en alles wat erbij huurt, dat G dat voortreffelijk ingevuld hebt. We hebben er allemaal van genoten. Je hebt van de eerste tot de laatste minuut ook vol gas gegeven. En alles gegeven wat je in je had met je hele gezelschap. Maar ja, de carnavalsvereniging zal het wel niet gezet hebben. Maar de houdbaarheidsdatum hebben ze er niet bij verteld. Normaal gesproken is de houdbaarheidsdatum van de prins een jaar gemiddeld. Dit weer ietsjes meer. Maar ja, uiteindelijk moet de G ook plaats maken. Ze zullen wel weer wat nees aan brouwen zien. Dus wat doen die? Nou, ik vergeet wat. Ik zou dat willen
ik zeg ook klasse A was dat. Dat was echt top wat je hebt gepresteerd. Klasse A. Maar even goed, zet de carnavalsvereniging naar een jaar. Verhoogt dadelijk weer een andere. Maar ja, in een zwart gat vallen, dat zal niet gebeuren. Want toch komen wij als Al Prinsencompagnie op de proppen. Dat heeft alleen maar voordelen voor ons. Het eerste voordeel is dat dat niet voor één jaar is, maar voor de rest van uw leven. Nu, wij zeggen niet naar één jaar, nek, je ziet bedankt. Nee, je kunt voor altijd bij ons blijven. Er zit nog een voordeel aan. Je komt in een groepje elite. Crème de la crème. Allemaal topmannen. Die hebben allemaal het prinschap metgemaakt. En die zijn allemaal bij ons in die club gekomen. En je komt er dadelijk ook bij. En je kunt ja, alleen maar riepen. Je kunt alleen maar beter worden. Je gaat dadelijk van klasse A naar triple A. Ja, ja, dat zullen we wel ervaren. En ja, je kunt bij ons, zoals ik zei, riepen. En je kunt dan niet met 3 dagen met de carnaval laten zien wat je kunt. Maar dat kun je jaar op jaar op jaar. Ja, tot toch 70, 80 ziet. We zullen het zien. Goed, dat gezet te hebben. Ik mag het niet te lang maken, dus dan moet ik het maar als. Rest ons nog één ding. Te voorzien van de attributen als zijnde Al Prins Nick de Nurste. Ik geef hier lekkers de microfoon aan Ton en dan ga ik O de medaille overhandigen. Kijk, daar huren nog een hoop attributen bij. Maar helaas gaan wij dat vandaag niet doen. En ik ga hier lekker zeggen waarom niet. Zijn prins met zijn staat van dienst, den verdient een beter afscheid. Voor een volle zaal en met een hele hoop Al Prinsen erbij. Dus de rest van de Al Prinsen nu en noem maar op, alles kritig. Als alles goed gaat, en dat hopen wij wel, de versoepelingen gaan door. Over 2 weken, op de 26e van deze maand, hier in deze zaal, dan werden jij echt geïnstalleerd met allemaal die crème de la crème prinsen als Al Prins Nick de Nurste. Maas Joze! Wij maken de bühne vrij. Ik geef de microfoon weer over aan Roel, neem ik aan. En wij maken plaats. Doorzet Jesse. Ik geef hem dankjewel, Jesse. Maart, voor het ontfermen over onze alt. Het is tegenwoordig weer. Dus nou is het definitief Alt Prins Nick. Nick, jij ziet bij de Alt Prins Company. René en Lars, die hebben door een fantastisch seizoen gedraaid. Ook René en Lars hebben wel een beetje de titel langsdraaiende adjudanten. Tot ergernissen toe af en toe, maar dat merk ik niet. We zien er inderdaad allemaal klaar met en het moest gebeuren. Maar goed, deze 3 vrouwen die hier staan, die moeten wij zeker niet vergeten. Kom ik eens naar voren. Kom. Deze moeten wij zeker niet vergeten. Dames, namens Uli Keils. Want jullie zijn een steun geweest, want jullie moesten niks, maar jullie stonden er iedere keer weer klaar voor. Dankjewel, denk ik, namens het Prinsentrio van 2020. Dankjewel, en we hebben namens de Maasjoels en namens die jongens hebben we nog een klein bloemke voor jullie. Junior had ik ze willen vragen of jullie het bloemke willen overhandigen aan deze topdames. Dankjewel, Maasjoelsje! Maasjoelsje! Maasjoelsinnekes! En nou is het inderdaad Tiet voor den houden en bedankt. Nick, Lars, René, Enrique, Laura en alle hartstikke bedankt voor dit prachtige seizoen. Ik zie jullie weer aankomend jaar in de zaal. Dankjewel. Hey, houden en bedankt hè. En Nick, daar werd ontvangen
De rest van de oude prins, die staan allemaal erachter. In de café, bij Sjaak, staan die ook te wachten, Nick. En wij gaan verder met ons programma. Want Roel, het gelul van O is klaar. Je hebt vorstelijk helemaal niks meer te vertellen. Vast heeft hij dadelijk nog wat te zeggen, wat ik nou wil zeggen, maar dat... Dan heeft al de woordjes klaar. Roel, 9 jaar lang. 9 jaar lang. Het was eigenlijk 8, toen kwam corona. Dit jaar, ja, tellen we niet met. Hebben we samen afgesproken. Ik heb van de werk een telefoon gehad. Roel zei, als het nou weer niet doet, dan verrek maar, dan maak ik de 11 vol. Maar helaas Roel, dit stond gepland. Het gaat geen 1 keer 11 worden. Maar Roel, ik denk vanuit mij, vanuit mijn collega, vanuit bestuur, vanuit iedereen die wel, Roel. Chapeau. Echt hoor, prachtig. Wat jij hier klaar hebt gezet in die 9 jaar tijd. Diepe buiging, serieus, echt hoor. En wij laten dit niet zomaar voorbij gaan. Als bestuur en als grote vereniging Maasjoerds. Bestuur, kom alsjeblieft weg naar voren. Wij hebben voor O, tuurlijk, ergens een appje aangemaakt. Zonder O. Het was moeilijk, want je hoeft mijn nerven niet te staan. Het is, hé, hey, wat zit ik in de type? Ja, je weet alles, ja. Bijna alles, maar dit weet ik niet. Roel, ik gooi het ergens pakken. Met 2 handen, als je heel de pak drie dan maar. Wij hebben namens de Kamersvereniging de Maasjoerds een kleinigheidje voor ogen gedaan. Het is een beeldje met de stut op. Bedankt Roel. Vorst, alle jaren dat je ziet. Ik moet even goed kijken. Bedankt CV, nou, voor CV de Maasjoerds. Je had het duidelijk niet doorgegeven bij die firma. Ja. Van 2013 tot heden. Pak het aan, twee hand. Ik heb hem eens voor, maar hij is ook heel erg mooi. Ik zie geen wat klaar met praten, Roel. Nee, Roel, ik weet zeker, jij hebt ook een woordje als bedankje namens O naar het dorp toe. Ik zal zeggen, ik neem dit van jou over. Ik zorg dat het mooi weggelet wordt, goed weggelet wordt, dat je dat meer gewoon op kunt halen hier. Want ik denk, vanavond gaat de kroeg om 10 uur dicht, maar ik denk niet dat jij nuchter thuis komt. En voor 4 uur, dat kan niet worden. Dan zorgen wij, Jesse en ik, zorgen persoonlijk voor, we hebben dadelijk iets leuks. Dat komt goed, dat doen we onder ons. Roel, dankjewel, ik geef hoe het woord. Nou, super bedankt, dankjewel. Hij is zus woord dat ik blij ben om hem niet om de nek te hangen. Maar hij kreeg een heel mooi plaatsje bij ons thuis natuurlijk. Ja goed, beste Jurszinnen. Nou heb ik het woordje, hoor. En normaal praat ik 100.000 uit. En nou heb ik een slotwoordje en dat heb ik gewoon even op papier moeten zetten. Want ik wil het heel even via het papier doen. Daar gaat ie. Nog nooit gedaan. De vorst met een papiertje in de hand. Maar nou is het weer, ik werk ook wat ander. Lieve Joertse en Joertsinnen. Het is dan zover, na 9 jaar stop ik met, zoals ik zelf zeg, de mooiste functie binnen de carnavalsvereniging. Het waren geweldige jaren, maar ook hele zware jaren. In deze functie moet ik hier alles regelen voor het Prinsentrio. Je moet overal bij zien, je moet er altijd zien en je moet altijd het woord nemen. Maar wat heb ik genoten van deze jaren? Dit is niet te vertellen in een paar minuten. Nee, echt niet. Ieder jaar bij die spanning in november, december voor de nieuwe prins. En als je dan uit is, dan begint een trein te rollen. En dan gaan we naar hele leuke feestjes, recepties, optochten en noem het maar op. Ik heb er in die jaren zoveel vrienden bij gekregen, wa? Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zien. Mensen, wat een geweldige jaren. En hoe komt het, en dat is eigenlijk de hoofdzaak waarom ik het briefje erbij pakte. Dan ga ik mensen bedanken. En je weet het,
Dat is altijd gevaarlijk, maar ik ga het toch doen. Als allereerste wil ik alle buitendeurse verenigingen en collega-voorsten bedanken. Ik wil al mijn contacten die ik nodig heb gehad in deze functie bedanken. Ze staan altijd klaar met medailles, bekers, vervoersmiddelen, ruimtes, kleding, enzovoort, enzovoort. Je hoeft maar te bellen en ze zien er vooral. Ik wil team De Buun bedanken voor de goede samenwerking. Nooit iets tekort gekomen hier. Al kost het mij wel geld, maar... Allee. Ik wil alle commissies van de Maasjoers bedanken, want die zien niet te missen. De jeugdcarnaval de Maasjoers en dan vooral mijn collega's, vorsten en vorstinnen. Jullie zien het geweldig. Pak even naar je bladje. Duurde even, je hebt toch iets zat. Jullie zien het geweldig, staat hier nog een keer. Bestuur en geuniformeerden. Olly, hartelijke dank. Bedankt voor het vertrouwen. En bedankt voor de onvergetelijke tijd. En dan natuurlijk wil ik mijn prinsen Henk, Ruben, Ron, Hans, Maarten, Vincent en Nick bedanken voor de geweldige tijd. Wat hebben wij een feest gehad ieder jaar weer. Dankjewel. En ook wil ik bedanken Femi en de kinderen, omdat jullie altijd achter mij stonden. En als laatste alle Joertse, Joertsinnen en alle andere carnavalsvierders. Zonder Olly was dit ook zeker niet gelukt. En mocht ik nou nog iemand vergeten zien, bedankt. Het is klaar, ik ben hier weg. Ik blijf bij de vereniging en we komen elkaar vast een keer tegen. Dan wil ik afsluiten met Jeppe en Jesse. Nogmaals, heel veel succes en plezier in jullie functie als voorzitter van de Maasjoerts. Maasjoerts! En dan heb ik tot slot, en ik zei het al, in woorden kunnen het allemaal niet uitdrukken, die 9 jaar. Maar ook in het filmpje met foto's kunnen dat allemaal niet uitdrukken, die 9 jaar. Maar ik heb een paar foto's bij hen gezet. En dat wil ik jullie nog een keer laten zien. Bij deze. Geniet ervan. De stem kapot, de vuurt gaan smugen storm. Mijn verstand zit stop, mijn gevoel wil blijven hoor. Met een deurzak drang is sterker dan de pijn. Vast lovend, ik wil nergens anders zien. Vast lovend, ik wil nergens anders zien. We gaan nog ergens, tot we gaan alleen hier staan. Nog ergens, tot de zon wint van de morgen. Met vaste lovens, niet naar huis toe.
van de nacht. De laatste was de lovenskracht. De laatste alles dat ik geef. Het laatste vuile dat ik leef. Ja, als je naar dit filmpje dan komt er zelfs als sneeuw voorst woorden tekort. Ja, Roel, prachtig. Nou, ook nog zoveel momenten van vreugde bij de Maasjoerds. Je merkt het gewoon hier en je merkt het digitaal dat er... ja, het is toch wel een beetje blaaien, moet ik wel stellen. En dat is mooi. Geer wil ik naar boven roepen om met de woorden te spreken. Ik roep naar boven, de mensen zonder wie dit zeker nooit mogelijk was geweest. O inspanning van de Maasjoerds. O vrouw Femi en o kinderen Sarah en Joep, jullie mogen naar boven komen. En je mogen aan de kant van pap en van Roel sluiten. En met de ingeleverde microfoon had ook voorst Roel zijn laatste woordjes gezet. Waar het filmpje met afsloot, daarmee begint het aftreden, de kus op de wang. En ja, ik zal het niet langer maken als dat nodig is. Juniorengade komt erbij. Het is dezelfde rol als bij Prins Nick. Kom maar. Geef hem even de ruimte voor... Oh, ho, ho, hij gaat gezet, jullie mogen beginnen. Jullie mogen beginnen met het uithalen van de veren. Uit de steek van Voorst Roel. Je hebt de muts op Roel, maar het stelt toch een stuk kaal, moet ik zeggen. Desalniettemin een beeld wat wij komende jaren van Ozen zien. De Roel zonder veren en... Hup, hup, baba, truc, wat tovert hij dat tevoorschijn. Heel wel werd het niet, maar de vorst van wel had een scepter. En dan bedoel ik een holte. En ochtend hebben we het ingeleverd bij Jippe. Jippe, je mag de vorste scepter in ontvangst nemen. Ja, en ook wegen en de komende jaren op zolder bewaren. Dus kijk even goed, want je ziet dat we het eerst als wegen aftreden. Dan werd het alvast. De voorste medaille, daar gaan we ook afscheid van nemen, correct. We moeten de steek even afzetten. Dat vervloekte ding. Oh, wat was je dat ding mee? Hij zei tegen nogmaals, hij zei, ja, 20 kilo hangt bij jullie in de nek. Nou, gelukkig is dat niet gewoon, maar Roelke zit er vanaf. De beste deadlifter van wel, Roel Koppers. Hij gaat niet naar gif, denk ik. Dan hebben we het als het goed is, jazeker. Roel heeft zijn laatste woordjes uitgesproken. De familie is erbij. Ja, ik zou hier kunnen oreren een uur lang over wat Roel allemaal heeft gedaan voor de Maasjoerds. Maar zelfs dan doe ik waarschijnlijk woorden tekort. Ik wil eigenlijk even twee woorden aanhalen die in de carnavalskrant staan. Hadden dat nog niet, kop daar vooral. Maar daar hebben Jip en ik een stukje geschreven over... Over Roel. En daarin hebben we gezet, jij ziet eigen man. Jij hebt de vereniging omarmd. En dat kunnen wij alleen maar erkennen en ook bedanken voor. Jij hebt gewoon gedaan wat in je hart zat. En zo heb je het aangestuurd. In de meest pure vorm wat er is. En
zonder ook maar een gram ervan af te wieken, jij ziet ook een weg echt in gold werd. En dat kunt recht in mijn hart. Stemmetje slid even over met de mug. En dan mag Femi de bloemen in ontvangst nemen. Want zonder de mensen die geen nou kort aan hem staan, was dit nooit gelukt. En dat gaan we nog even ervaren de komende jaren. Maar ook dat komt goed. En wat kunnen we er nog aan afdoen? Ja, ik denk dat het wel langzaam tijd is om ook Roel, Femi, Saar en Joep toch echt langzaam te vragen om met een applaus voor wat er in de zaal zit. Het is niet veel, maar wat er in de zaal zit. Neem Roel alsjeblieft in ontvangst, want wat een held. Echt waar. Ik heb geen andere woorden als een held. Roel, dankjewel namens Kamer van ons Vereniging de Maasjoerds. En heel wel, nogmaals, dankjewel. Maasjoerdse! Maasjoerdse! Maasjoerdsennekes! Roel, Femme, Joep en Saar. God, de zaal in. En de juniorengade. Kunnen we wel. Joepsjoerdsennen, daar komt je. Het werd een erehaag hier voor Roel. Traditioneel een erehaag werd Roel ontvangen. En met het afdreven van Roel wil ik zeggen, Joetse Joetsenne, dankjewel voor jullie aandacht voor het virtueel principal, het afdreven van alle hoogheden. En we zien een kwartier te vroeg, dus we kunnen nog allemaal bij Sjaak de kroeg in. We super Sjaak hartstikke aan. Want dat heb je wel verdiend, nog 2 jaar lang. Gaan de kamer vieren. Jesse, de laatste woorden zijn voor ons. Jongens, denk eraan wat er ook kan over 2 weken. Wij gaan er wat keimoois van maken. Wij gaan alle zeilen bijzetten wat kan geven. En dan sluiten we samen af, Jeppe. Joetse, Joetsenne, bedankt. Maas Joetse! Hey! Maas Joetse! Maas Joetsennekes! Dankjewel!